De coöperatieve bank Godo heeft gisteren een filiaal in Atjoni geopend. Dit gebeurde onder grote belangstelling van de lokale bevolking. Het pand staat naast het politiestation Atjoni. De bank heeft in mei een ATM-machine in het gebied in gebruik genomen. En dit is de vierde filiaal van de bank. De instelling is ook actief in Lelydorp, Albina en Nieuw-Aurora. Armand Jurel, districtscommissaris van Boven Suriname, is blij met de nieuwe vestiging in zijn district. Hij is de mening toegedaan dat Sipaluwini niet langer als achterland gezien moet worden, omdat het een volwaardig deel van de Republiek Suriname is. Verder hebben wij allemaal recht op een prettig leven en gemak, geeft de DC aan. Het idee dat we zien aan beleid van de regering, de gedachte van samen doen, vandaag de dag aan de gestand ja. En Godo, een coöperatieve bank, want die daarna Internationale Credit Union Day, en ik weet dus dat Godo 100.000 leden heeft, ik weet dat het waar is, maar heeft alles maar heeft 100.000 leden per duzen goluja in Godo. Denk katori even om mijn money, Godo Abi, en om mijn money, Yuka Leni. Ik hoef niet meer te zeggen, zijn de voordeel van Godo Ab, die een gebied jazo in boven Suriname, maar ook to dadelijk tapasie op het jazo voor Matawai, ook die mensen gaan ervan genieten. Ik hoef niet te vertellen, alles aan skirif jazo ba, sembe ta iti sembe, beleggen, betakken bono, sorry, beleggen, sparen, lenen, alles wat sande jazo zij kan doen, mijn af herhaal, allemaal voordelen voor de bevolking van boven Suriname. Echt wel. Ik ben blij dat dit allemaal gebeurt. Als districtscommissaris van Sipaluwini wil ik van harte feliciteren. Me versterken allemaal. De zijn bijvoorbeeld boven Suriname, maar Tawai naar omstreken. Me versterken. En met eigen Godo, de directeur Grantani, naar alle de leden en vooral aan jonge dame, mevrouw Water. Mevrouw, zeg ik het goed, mevrouw Waterberg, ook van harte gefeliciteerd dat jij als kindje van het gebied, dat je leiding mag geven aan de bank Godo. En ik denk dat al de mensen heel trots op je zijn. De 29-jarige Meredith Waterberg is de coördinator van het filiaal in Atjoni. Zij geeft aan blij te zijn dat Godo nu in het district is. De bankinstelling zal zorgen voor een stukje financiële educatie van de bewoners van de omgeving, geeft Waterberg aan. En een financiële educatie dat want taki ik kan kona unu, if you want op een rekening, if you want spaar, met tak na gewoon to ondernemers en ook to de ondernemers dat de want doen san in een gebied. Want we onderschat hoe schrijfelijk buskondres maakt. En tidena adeef a kansa u abi fu u mek gebruik fu dati. Sama na ngade urokomang na unu dri de jaso, na unu oyepu. En ikan vertrouw tap unu takte iba spreek wasan na unu ikade iwan opo wan bedrijf of iwan duwasan ina gebied. Da ina frede tak yogo yere na doro lek fa ube yere ens dan so furus ma. En bon furus ma e aksu ook to taki if mi ko opa wa rekening, if mi money deja so en mi last libi, ey december, if this month mi oma fena money dati. Well, kom tu na ons, no go arki des sas ma e taki na doro ko na unu da wo leki uit fa asande. Want go chap chago chakong, no e chabung. Dus dat wilde ik meegeven. En ik ben Godo heel dankbaar voor het feit dat jullie als filiaal, als financiële instelling hier met ons vandaag deze grote dag willen vieren. Nou, want bigis sangi unu ina buskondre. En zeker, lek fa bigis matakita, ey luku banja se, ukiki, jou bebe wata. Dus maakt u gebruik van de kans. Meredith Waterberg, coördinator van het filiaal van de coöperatieve bank Godo in Atjoni. De bankinstelling heeft gisteren dit filiaal geopend in het district Sipaluwini.